Ik praat verder met Chris Janssens van Vlaams Belang. Dag meneer Janssens. Ja, vragen over de erkenningsaanvraag van een islamschool in Vlaanderen, meer bepaald in Genk, waar een VZW zo'n aanvraag heeft ingediend. En die VZW heeft banden met de Turkse organisatie Milli Görüş. Wat aan die organisatie maakt u ongerust? We hebben vorig jaar heeft de BIF, de Belgische Islamitische Federatie, die in België Milli Görüş vertegenwoordigt, een gebouw in Genk voor 2,5 miljoen euro aangekocht, waar zij de eerste islamschool van Vlaanderen. Maar waarom bent u ongerust over die organisatie? Wel, Milli Görüş staat bekend als een ondemocratische, een islamitisch-fundamentalistische organisatie, die bijvoorbeeld in Duitsland door de staatsveiligheid geclassificeerd wordt als een gevaarlijke organisatie. En toch laten wij hier in Vlaanderen, in Genk, blijkbaar zomaar passeren dat een dergelijke organisatie, gefinancierd vanuit Turkije, gebouwen kan kopen en dan nu ook nog eens onderwijs kan inrichten. Dat is iets wat voor ons absoluut niet door de beugel kan. Ik heb Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Kruvits, horen zeggen van kijk, we hebben de inspectie gevraagd, de onderwijsinspectie bedoel ik dan, gevraagd om informatie in te winnen bij de staatsveiligheid. Zouden we niet beter wachten tot we die informatie hebben voor leer te oordelen? We hebben een aantal erkenningsvoorwaarden voor onderwijs te kunnen inrichten. Ja, daar wil ik het straks over hebben, maar ja. Mijn vraag gaat over dat advies dat gevraagd is aan de staatsveiligheid. Zouden we daar niet beter op wachten? Ik denk niet dat dat nodig is. De staatsveiligheid moet een organisatie als Milli Görüş sowieso op de radar hebben, anders doen ze hun werk niet. Als ik ook zie dat bijvoorbeeld N-VA, parlementslid Zoaldemir in Genk zegt, dat is een organisatie gevraagd, die kleuters sluiert als een antidemocratische organisatie die de sharia wil invoeren, dan hebben we geen aparte onderzoeken en adviezen meer nodig. Ik heb dat ook gelezen, maar dat zegt Zoaldemir, zij is niet de staatsveiligheid. Vandaar mijn vraag, zouden we niet wachten op dat rapport van de staatsveiligheid? Wel, ik heb zelfs geen rapport van eender welke organisatie nodig om te zeggen, in Vlaanderen willen wij geen apartheidsonderwijs, geen islamitisch onderwijs. We hebben zeer goed onderwijs. Dagelijks geven duizenden leerkrachten het beste van zichzelf om goed onderwijs aan te bieden aan iedereen in Vlaanderen. Of men nu van autochtone of allochtone afkomst is, dat maakt geen verschil. Dus maak gebruik van het onderwijs dat er is. En ga niet met aparte onderwijssystemen beginnen, specifiek gericht op moslims, waarbij men dan nog zegt, ja, we gaan ook de thuistaal promoten. Dus niet het Nederlands, maar wel het Turks zal blijkbaar de taal zijn in een dergelijke Milli Görüş school. Terwijl een van de erkenningscriteria is dat men echt effectief het Nederlands zou moeten gebruiken. Maar dat gaat de inspectie natuurlijk moeten nagaan, hè, of dat gebeurt, want anders kan je geen erkenning krijgen. Maar stel dat die onderwijsinspectie vaststelt van kijk, ja, de lessen worden in het Nederlands verschaft, er is gelijkheid van mannen en vrouwen, er is respect voor de grondwet, alle voorwaarden, erkenningsvoorwaarden zijn voldaan. Kan je het dan nog tegenhouden? Wat kan je dan nog anders besluiten dan oké, hier worden erkenningsvoorwaarden vervuld en nu mag men onderwijs verstrekken? Wel, uit alles wat ik gezien heb, ook uit hun eigen folders die bedeeld werden tijdens de open deurdagen in die school die voorbije week hebben plaatsgevonden, zie ik, ja, thuistaal wordt gepromoot, dus het Turks wordt gepromoot, de islam wordt gepromoot en dergelijke meer. Dus wat ons betreft kan het absoluut niet dat een dergelijke organisatie, gefinancierd ook vanuit het buitenland, onderwijs gaat inrichten in Vlaanderen. Los daarvan, het is Turkije die dit allemaal financiert. Turkije stuurt die vereniging vanuit Turkije, stuurt die verenigingen in Europa aan, Milli Görüş. Net zoals dat gebeurt met de Diyanet-moskeeën. En die zijn allemaal heel, heel erg met elkaar verweven. En dus zeggen wij, nee, dit kan niet. Wij gaan de segregatie hier in Vlaanderen toch niet vanuit de overheid stimuleren, erkennen en financieren. Dat is wat ons betreft absoluut onmogelijk. Als u zegt, en u mag dat uiteraard vinden, wij vinden niet dat er apart onderwijs moet worden verstrekt aan islamkinderen. Vindt u dat ook voor Joodse kinderen bijvoorbeeld? Wel, dat is inderdaad historisch gegroeid dat ook Joodse kinderen of Joodse mensen hun eigen scholen hebben opgericht. Werken heel vaak ook met thuisonderwijs. Goed, dat is ook apart, hè? Niet erkend door de overheid en dus ook niet gefinancierd door de Vlaamse overheid. Ik kan dat betreuren, dat inderdaad gebeurt. En ik zou ook zeggen tegen mensen van Joodse afkomst, meng u gewoon in het reguliere onderwijs dat er is. Maar laten we wel wezen, de problemen die wij in onze samenleving kennen,
sedert enkele jaren met toenemende islamisering, met ook toenemend geweld vanuit islamitische groepen. Denk maar aan de vele mensen die hier geboren zijn, die IS in gaan vervoegen, de vele honderden die de strijd van IS in gaan vervoegen. Wel, wij hebben een probleem van islamisering in onze samenleving. En niet zozeer van Joran, hoor ik u zeggen. Goed, in elk geval, de minister moet voor 1 september beslissen over die, althans voorlopige, erkenning. Dus we zullen moeten afwachten wat er de komende maanden gebeurt. Bedankt voor dit interview, Chris Janssens. Uw beste kijker, blijf bij ons. Blijf nog even kijken, want Joke Schaafvliegen heeft een actuele vraag gesteld als parlementair wel te verstaan, want zij is al enkele maanden geen minister meer. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.